paas, jammer voor Deinze. Maar Mertens is goed gevolgd. Chalouk. Veel oranje volk voorin. Stalens neemt de bal mee met de borst. En dan legt hij hem binnen. Deinze op voorsprong dankzij Alessio Stalens. Met de rechtervoet in de verre hoek. Prima bal van Chalouk. Uitstekend. Mertens. Breed. De Loze. Klaarleggen voor Chalouk. Chalouk trappen en de goal! Chalouk maakt er 0-2 van. Youssef Chalouk na een assist. Ook een goal. Prima gedaan. Laag in de verre hoek. De Loze met het voorbereidende werk. Goed kalm gebleven. En Chalouk. Gaat hij erin? Jawel, hij gaat erin. Het is Ugalde die scoorde. Kies met de corner. Goed verlengd aan de eerste palen. Boulanger met de lange bal dan maar voor Jello. Hij is sneller dan Van der Veke. Jello in de 16. Daar is Miko Tadze en die scoort. Hij scoort alweer. Georges Miko Tadze maakt zijn 7e al van het seizoen. Dat blijft toch onwaarschijnlijk. En dan hebben ze eigenlijk één echte kans. Een zuivere zaalvoetbalgoal met de punt van de schoen. Voorbij Bernd Brugmans. Even een foutje bij de scheidsrechter El Badawi. Cassio. Hij heeft wat ruimte. Santermans komt nu sluiten. Cassio kapt hem makkelijk uit. Dan achteruit liggen. El Badawi gaat trappen. El Badawi scoort. El Badawi maakt er 0-2 van. Past precies in het gaatje. Dat schot. Eens kijken. Cassio kapt zeer makkelijk Santermans uit. Dan vindt hij goed El Badawi. En die doet het uitstekend hoor. Hier komt hij. Ayoub Alagh en Dijks Rit en dan van Landschoot, die krijgt hem er wel in. En zo 1-2 hier op het lisp. En het is Jellert van Landschoot die scoort voor zijn nieuwe ploeg. Hier nog eens de penalty van Alagh. Niet goed getrapt, wel goed gepakt van Dijks. En van Landschoot uitstekend gevolgd. En zo dus 1-2. En van Imschoot zijn van nog even te wachten. Daar de voorzet en de goal. Ineens de goal. 1-3. En dan is het Boulanger die scoort. En zo opnieuw. De corner. En uitstekend verlengd is dit van Boulanger. Brugmans geklopt. Miko Tadze gaat uithalen. Miko Tadze en trapt hem binnen. Fantastische goal van Georges Miko Tadze. En hij maakt er 1-4 van de vreugde op de bank bij Serrain. Miko Tadze doet het opnieuw. Nog eens kijken. Rond de muur maakt hij er 2-4 van. En dan krijgen we misschien nog knotsgekke slotminuten. U weet maar nooit. Hier komt hij. Goed getrapt. En Dijks in twee keer en lost hem. En dan is Petrov gevolgd. De vlag blijft beneden. En dus is het 2-4. En Petrov meteen naar die bal grijpen. Nog eens die vrije trap in het midden van de goal. Maar Dijks moet los. Daar komt de voorzet. Al verlengd. Daar is Miko Tadze. En hij trapt hem erin. En doelpunt nummer 3. Alweer staat hij op de juiste plaats, Georges Miko Tadze. En dat is zijn tweede hattrick. Nu 3. Verlengd door Van Landschoot.